Zeven studenten van ROC Friese Poort vielen zaterdag 17 maart in de prijzen bij de nationale vakkampioenschappen Skills Heroes in Overijssel. Vier studenten wonnen zilver en drie studenten wonnen brons. Ze werden tijdens de drie dagen halve finales beoordeeld op vakmanschap, doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid. Afgelopen vrijdag heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefwetvoorstel ingediend tegen het onverdoofde ritueel slachten. Onze verslaggever interviewde de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren over de motivatie hierachter. Afgelopen vrijdag heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefwetvoorstel ingediend tegen het onverdoofde ritueel slachten. Waarom eigenlijk? Ja, dat is, uh, uh, een, een, het is een, een nieuw voorstel. Uh, in 2011 heeft de Partij voor de Dieren dat ook al, uh, al eens geprobeerd. En het is toen ook aangenomen in de Tweede Kamer, maar het kwam niet door de Eerste Kamer heen. Wat er toen gebeurd is, is dat er een soort labmiddel is voorgesteld. Namelijk uh, dat er gezegd is, nou, we gaan toezicht houden op de uh, on onverdoofd, onverdoofde rituele slacht. En, maar als na 40 seconden het dier nog steeds niet uit zijn lijden is verlost, verlost, dan moet hij alsnog verdoofd worden. En dat was een soort tussenoplossing. En dat gaf toen de, de doorslag in de Eerste Kamer om dat wetsontwerp niet uh, doorgang te verlenen. Maar van dat labmiddel is helemaal niets terechtgekomen. Dus er is sprake van onnodig leed bij de dieren. En daarom zegt de Partij voor de Dieren, nou dan moeten we alsnog uh, proberen dit erdoor te krijgen. Dus een nieuw uh, initiatiefwet, ja. U gaf aan dat in het verleden ook al was geprobeerd om dit wetsvoorstel door te krijgen. Toen is het, heeft dat het jammer genoeg niet gehaald. Ja. Waarom nu toch opnieuw? Omdat er nog steeds sprake is van onnodig uh, leed bij de dieren, pijn en stress bij dit uh, slachtproces. En wij vinden dat niet meer van deze tijd. De... Er is ook al een convenant uh, opgesteld en dit is per 1 januari is dit ingegaan. Dus er zijn eigenlijk al afspraken gemaakt omtrent dit onderwerp. Is dat niet voldoende? Nee, dat is waar ik het net even over had. Dat is dat, inderdaad, dat, dat heet het convenant. Maar van dat, dat convenant is eigenlijk niets terechtgekomen. Dus de, de, de dieren zijn daar niet, niets mee opgeschoten. Wij vinden dat het tijd is voor uh, um, ja, sterkere maatregelen. Dat echt de onverdoofde rituele slacht aan banden wordt gelegd. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid lijden dieren helemaal niet extra. En is het aansnijden op zich al voldoende? Ze lijden dus daardoor niet extra. Waarom is dit wetsvoorspel dan nodig? Ja, dat is een, een langdurige uh, twist. Met de partijen die zeggen de dieren lijden niet. Maar ik kan u verzekeren dat het overgrote deel van de wetenschappers wel degelijk vindt dat de dieren onnodig lijden. En dat is onder andere de. Ja, dan moet ik even nadenken hoe die er ook weer voluit heet. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Uh, nou, Dat is een gezaghebbend orgaan en die, en die vindt dat er sprake is van, van leed. He, dat is echt aangetoond. En natuurlijk kan je altijd blijven. Tegengas blijven geven van het is niet zo. Maar de wetenschappers uh, in, in de meerderheid uh, ja, vinden dat er wel sprake is van leed. En, en we moeten die twist ook een keertje stoppen. Godsdienstvrijheid wordt hierdoor wel beperkt. Hierdoor zijn zij niet meer in staat om hun uh, vrees ritueel te slachten. Wat vindt u ervan? Ja, wat ik al zei, godsdienstvrijheid is een groot goed, maar dat is niet absoluut. Dat moet een, 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 uh, moet, het moet worden afgewogen tegen andere belangen. En de belangen van dieren, en om die te onthouden van onnodige pijn en stress, dat is een van die belangen. Hoe groot acht u de kans dat dit initiatiefwet gaat halen? Ja, ik acht die kans nu vrij groot. Ook al omdat het in 2011 bijna was gelukt, he, waar het niet dat toen dat labmiddel, dat convenant ertussen door kwam, daarvan is nu geen sprake. Bovendien zijn we weer heel wat jaren verder. En het denken over dieren is toch wel aanzienlijk veranderd in de loop der jaren. He, dat, dat zie je ook, dat nou ja, steeds meer beschermende maatregelen worden genomen. In het belang van dieren. We hebben nu ook een fokverbod voor pelsdieren. Het uh, verbod op uh, wilde dieren in circus is er inmiddels door. Kortom, die ontwikkeling die is gaande en het is gewoon tijd ervoor nu. De politie meldt dat er op zondagochtend rond 20 over 5 meerdere meldingen van een vechtpartij zijn geweest. Zo werd er ingegrepen bij een gevecht op het Willeminapijn, waarbij een 23-jarige man uit Apeldoorn werd aangehouden. De man was erg vervelend en moest met enige geweld meegenomen worden naar het politiebureau. Op het Ruiterskwartier geeft de politie in bij een flinke opstoot. Het ging om een 28-jarige man uit Hallem die werd meegenomen na het verstoren van de openbare orde. De meneer kreeg een proces voor bal.